Want ik ben echt heel erg ongesteld en ik wilde echt niet naar de sportschool gaan. Mijn drie broodjes. Oh, je hoort gewoon bij je outfit, dus het heeft niks met regen te maken. Jawel! Ik mag eindelijk weer mijn lunch. Want Elisje heeft vanavond een slaapfeestje. Ik ben weer helemaal fucking happy, you guys. Oh, het was echt een vreselijke week. Iedereen was ziek, allemaal drama. Nee, je moet de camera uit. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised. When I found out I'd fallen for you. Een hele goede morgen, Omar. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Ik had gisteren helemaal geen tijd meer om te vloggen. Dus ik begin de week vlog vandaag bij dinsdag. Ik zit in de lift onderweg naar sportschool. 2 hours later. We gaan Super Juffie kijken met z'n allen. Super Juffie. Ja, wij gaan even samen een filmpje kijken. Nee, Nani komt morgen. Die komt morgen logeren. En wij gaan nu lekker filmpje kijken. Wij gaan Super Juffie kijken. Ja. Gezellig, hè? Ja. Lesje is nog steeds ziek, dus die is vandaag ook thuis gebleven. Maar het gaat al wel wat beter, toch, Les? Ja. Doe nee, even wachten op een lesje. Nee, je moet de camera en... uit. Nee. Nou, wat is dat? Je moet naar de tafel. Een lesje is nu een dipsaus aan het maken voor de chipjes. Ik neem geen chipjes. Ik kijk hoe Waarom de kinderen eten. Waarom heb ik deze geleerd, man? Lukt het? Ja. Maar ik had het bereidingswijze al geknipt. Oh. En één eten. Het gaat wel lukken, toch? Hoi, een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag. De jongens zijn alle twee weer naar school. Eindelijk is een beetje die griep uit ons huis. Iedereen is weer gewoon helemaal healthy en leuk en doet... Oh, ik ben zo blij. Wat een opluchting. Mijn moeder komt vandaag ook hier naartoe om te logeren, dus dat is ook altijd heel erg leuk. Ik ga nu eventjes opruimen en dingetjes doen. Ik heb een nieuwe Nike shirtje trouwens gekocht voor sporten. Ik wilde echt iets met lange mouwen. Want ik had alleen maar van die hele crop top dingen, dus ik wilde gewoon even iets. Ja, vind ik gewoon fijner. Ik weet niet. Beter. Ja, ook wilde ik nog even terugkomen op een video van vorige week. Want ik kreeg wel heel veel berichten van, ja, je hoeft niet af te vallen, je bent goed zo. En het gaat op zich ook niet echt om het afvallen, maar het gaat meer om het strakker worden. En helaas, als je strakker wil worden, dat is wat, dat ik meer een fitnesslichaam krijg. Helaas moet je dan ook afvallen. Ook ja, afvallen, ja. En ik ga niet zo heel erg goed op minder eten, omdat ik heb daar sowieso een hekel aan. Ik heb ook een hekel aan diëten, maar ja, als je wat wil, moet je wel. Toen ik op de weegschaal ging staan, was ik dus aangekomen en mijn spieren waren dus minder geworden. En dat is niet wat ik wil. Ik wil juist dat mijn spieren meer worden en mijn vet minder. Dus ja, daarom zat ik er even doorheen en dan zaten nog allemaal andere dingen in het weer en weet ik veel wat. Het zat me gewoon even niet lekker die week. Dus het gaat niet alleen om het afvallen. Dus ik wil dat wel even heel erg duidelijk zeggen. Want vind ik gewoon niet fijn als jullie denken dat het alleen daarom gaat. Want het gaat niet daarom alleen. En ik heb het gewoon zelf verkeerd uitgelegd dan. Maar het gaat er gewoon om dat ik fitness body wil hebben. Dat is een beetje mijn doel. Dat wilde ik nog meer zeggen. Nou, dat ik voor jullie hou en dat ik echt super blij ben met alle lieve berichten die jullie mij hebben gestuurd. En ik voel me echt heel erg vereerd en ja, gewoon heel veel liefde naar jullie toe. A few moments later. Ik heb net even alles opgeruimd en zo. De jongens zijn al thuis. Ik ga vanavond lekker pizza's maken op dit wacht. Op zo'n tortilla. Ik heb echt een super goed idee om daar pizza's van te maken. De jongens zijn ook gek op pizza's, maar dan gezonde pizza's. Het receptje in mijn hoofd, dus die ga ik vanavond lekker proberen. Verder heb ik alvast salade gemaakt, ook voor vanavond. Heb ik hem alvast gemaakt, want ik had al mijn eten op, dus ik ga niet nog een keer eten. Maar ja, ik ben dus mega ongesteld geworden, dus ik heb echt freaking buikpijn. Ik dacht ook misschien is dat de reden waarom ik laatst aankwam op de weegschaal. Omdat ik gewoon ongesteld ben geworden. Ik had gelezen namelijk dat als een vrouw ongesteld is dat je dan zwaarder bent. Of het zo is. I don't know. Maar ik heb ook besloten dat ik gewoon mijn ding doe. En ik zie het wel. En ik ga niet meer te streng zijn voor mezelf. Dat is ook een beetje een handicap als je perfectionistisch bent. Dan ben je ook heel erg streng voor jezelf. Van ja, het moet goed. Maar nu denk ik van, weet je wat, hallo, freaking leef. En doe gewoon je ding. Je bent goed bezig. En dan neem je wat langer de tijd.
ben weer helemaal fucking happy, you guys. Eventjes een dipmomentje, denk ik. Maar dat heb ik nu niet meer. Ik ben meestal steeds met dat hele leuke ding wat ik laatst al zei. Want ik ga namelijk een e-book schrijven met mijn recepten erin. Dingen weer opnieuw te verzinnen, nieuwe recepten te komen, dingen te proberen. Laatst had ik echt een mega lekkere kip salade gemaakt, maar dan vega kip. Dus niet echte kip, gewoon vegan kip. Hij was echt zo lekker. Dus toen dacht ik, oké, die gaat ook in mijn boek. Ja, dat wilde ik even alvast met jullie delen. Helemaal blij. Helemaal, maar ik krijg een beetje last van mijn rug van het zo staan. Dus ik ga even rechtop. Kijk, dit is wat ik nu dus heb gemaakt voor vanavond ook. Nu ga ik lekker even mijn theetje drinken. Even rustig zitten. Zijn zweef komt door de telefoon. What the fuck? Zo, ik heb net even lekker gedoucht. Mijn haar gefeund weer. Even helemaal in real life again. Ik was echt even vet lui met mijn haar. Het zag er iedere keer in de vlog dat ik dacht, oh my god. Met een kroesige kop. Dus ik dacht, vandaag ga ik even mijn haar doen. En voor een paar dagen. Dus ik heb het net lekker gewassen en gefeund. Ik kom er net wel achter dat ik echt mijn puntjes moet gaan knippen. Ik weet niet, mijn verslaafd aan shirts kopen voor sporten. En ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Aan de ene kant vind ik hem heel stoer. En aan de andere kant denk ik van, nou, nah, op zich ben ik er wel happy mee. Ik laat me schrikken. Je laat me schrikken. Waarom doe je dat nou? Ja, ik vind hem eigenlijk wel stoer. Alleen dat Nike-tekentje achter snap ik niet echt. Oh, ik heb het ook warm, jongens. Ik ga nu even snel mijn korte workout doen. Want ik ben echt heel erg ongesteld. En ik wilde echt niet naar de sportschool gaan. Want dan vind ik dat eigenlijk een beetje schaamtelijk als ik dan ga. En ik lek door of zo, weet je. Je weet maar nooit. Dat is koud geworden. Dus ik denk, ik ga maar gewoon lekker thuis sporten hier. Dadelijk. Voor de tv. Met mijn telefoon. Met mijn favoriete workout. I love it. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag en ik ben onderweg naar de sportschool. Ik heb mijn nieuwe setje aan. En mijn setje. Een nieuw setje. Zal ik even vandaag gaan filmen trouwens? Denk je dat we dat halen als we dat even doen? Nou, moet ik zo maar even kijken. En bla bla bla. Moet zo maar even kijken. Ja. Ook wat anders kijk je zo even. Ja, ik kijk zo wel even. En bla bla bla. Wacht. Anders ben je te laat. Meanwhile. Ik had ook niet echt veel gevlogd deze week. Dus ik was een beetje druk. En met al die dat griep dat bij ons in huis heerste. Was echt een vreselijke week. Iedereen was ziek. Allemaal drama. Oh, ik heb trouwens een nieuwe waterfles gekocht bij de ASOS. Kijk nou. En hij is roze. En het is 2 liter, dus hoef ik niet meer met die pakken water te harnessen in die gym. Want normaal heb ik toch die pakken water van, ik weet even niet hoe het heet. Maar anyway. Dus dat hoeft nu niet meer. Ik heb nu gewoon mijn 2 liter waterpak en dan weet ik hoeveel ik moet drinken. Yes. Ik ga nu even snel een boodschapje doen. Ik ben nog steeds verkouden. Dat gaat ook maar niet weg. Heel vervelend. Vooral met sporten vind ik dat. Dan zit je de hele tijd je neus op te halen. Freaking irritant. Never mind. Dus ik ga even snel boodschapjes doen voor vanavond. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag. En ik heb een shakeje gemaakt. Ik ga zo lekker sporten. Proost op dat. Oh nee. Whatever.
Zo, ik heb net even snel me aangekleed en mijn haar gedaan en mijn sportkleren aangedaan. En I'm ready to go to the gym. Maar eerst moet ik deze bende hier naast mij opruimen, want dat is niet meer normaal. Overal ligt wat. Jee, jee, jee. Wedstrijd met Dynamo van Wit-Rusland. 3 hours later. Zo, ik ben net weer terug van de sportschool. Ik ga nu lekker eten. Ik heb mijn brood al gemaakt. Ik heb echt vreselijk honger. Ik ben nu van 16 naar 15.500 calorieën. Gaan, dus ik heb het echt mega moeilijk. Maar in het weekend mag ik dan wel weer 16.600. Niet dat je denkt dat ik 16 calorieën maar mag hebben, maar 1600. En ik mag ook in het weekend verse broodjes. Oh, en daar zit ik nu al naar te verlangen. Maar voor nu hebben we ook iets heel lekkers. Mijn 3 broodjes. En hier heb ik mijn waterfles die ik weer ga vullen. Ik ga eerst even dit opdrinken en dan vul ik hem bij. Precies hoeveel ik heb gekregen. Dit is dus 2 liter gaat erin. En ik heb net bij de gym heb ik dit echt allemaal opgedronken. Want ik heb 2 uur gesport en ik ging echt dood. Dus ik ging meetrainen met Nick. En een vriend van Nick, nou, ik ben echt gemarteld. Dus dit ga ik eerst opdrinken en dan ga ik lekker aan mijn broodjes beginnen. En ik begin met mijn broodje pindakaas. Slaaf aan pindakaas. Zo goddelijk. Ach. Hey, goedemorgen en wij zijn onderweg naar LS Josijn. Voetbal! Het is vrieskou, oh my god. Nee, het is wel koud. Nou, ik vind het wel koud hoor. En het regende net ook en ik heb mijn haar gedaan. Dus het is allemaal niet echt heel erg good. Vandaar dat ik gewoon even een mutsie op heb gedaan. Dus als het regent doe ik al mijn haar stoppen erin. Hoezo onzin? Je hoort gewoon bij je outfit, dus het heeft niks met regen te maken. Jawel, Lesja zegt net tegen mij, het regent. Dus ik denk, ik doe dan een muts op. Want als het dan regent, dan wordt het hier tenminste niet helemaal. En ik heb mijn muts, mijn capuchon, dus niet zo raar lullen jij. Dat is straks vooral. Nee, dat is echt zo. You're not Miss Rainbow, hè? Nee, dat weet ik. Nou, gezellig jongens. Juist wel, want dan kan je het weer bepalen. Oh ja, dat is waar, ja. Eventually. Naar voetbal gekomen en ik mag eindelijk weer mijn lunch. En ik heb hier 2 broodjes met mijn kan water en wat thee. Ik zat helemaal into the football game. Dus. Maar ik ben nu dus weer thuis. Ik ga nu even alles opruimen, want Elisje heeft vanavond een slaapfeestje. Hier thuis? We zouden eigenlijk iets anders gaan doen, maar dat is niet doorgegaan. Ja, nu gaan we dus eventjes alles hier opruimen. Je ziet hier al ergens een matras liggen. Dus ik ga alle matrassen neerzetten, dus kunnen ze allemaal daarop liggen. En dan hebben ze vanavond filmavond, de jongens. Ik ga dan gewoon met Nick naar boven. En ik ga vanavond ga ik McDonald's eten, want ik heb super veel zin in mijn cheat meal. Oh. Ja, hier is beter. Kijk. Je begint echt al wel een beetje vormen te zien. Daar ben ik wel echt super blij mee. Eindelijk begin je wat te zien. Ik ben nu ook echt super zenuwachtig om op de weegschaal te gaan. Ik had vorige week niet gewogen en deze week ook niet. Ook omdat ik ongesteld was. En iedereen zegt als je ongesteld bent ben je zwaarder. Dus ik dacht nou ik ga mezelf die drama niet aandoen. Maar ik moet wel. Op een gegeven moment moet je ook wel blij zijn met hoe je eruit ziet. Ik ben nu 4 weken bezig, dus. Oh nee! Kom. Ja! Gemaakt! Weer helemaal schoon. Oeh! De deur knalde dicht. Yay! Heb je hem? Ga ik even buiten vegen. 6.5 hours later. Nou, mijn hele huis is omgetoverd tot een slaapparadijs. Ik heb gewoon 8 jongetjes en 1 meisje. En ik vind het super gezellig. Nick is nu met ze gaan voetballen buiten. Dan kan ik even alles klaarzetten. Ik ga nu ook Memphis naar bed brengen. Rafje Gotten en wat zou ik doen.
Zo, een hele goede dag. Het is geen ochtend meer. Het is onderhand al middag. 3:30 of zo, 4:00. Ik weet niet hoe laat het eigenlijk is. Maar het is zondag en wij gaan nu sushi eten. Ik was net echt keihard in slaap gevallen omdat ik heel erg moe was van gisteren. Ik was al om 3:00 in de nacht wakker of zo. Met die kinderen. Dus I was echt helemaal knock-out. Gewoon klaar. Gewoon helemaal dat ja. Maar ja, we gaan in ieder geval nu sushi eten en daar heb ik echt super veel zin in. Morgen begin ik met mijn nieuwe eetschema die ik heb gekregen. Nou, gekregen, die ik heb gekocht. Dus vanavond ga ik nog even sushi eten. Zodat ik dan weer kan beginnen, zeg maar, met een nieuwe eetschema. Dat is dat, ja. Oké, ik ga sushi eten dus. Dat is het hele punt eigenlijk. Ja, het is echt... Ja. Ben je moe? Hoe laat ging je naar bed? Niet. Niet, hè? Je hebt gewoon doorgehaald, hè? Koud. Daarom ben je, daarom heb je het koud de hele tijd. Ja, ik heb gewoon moe. Hoe laat ging jij naar bed? Om 1 of zo, 1 uur. Ja. 12:30 naar bed en om 3:00 was ik al klaar wakker gewoon, hè. Gewoon echt om 3:00 al wakker. 3:00, besef dat even. Ik heb net wel in de middag lekker geslapen. Was jij net ook geslapen? Tofu bed, weet ik. Ja, doe maar. Lekker cola zero. Pak maar. Pak maar. Dat is leuk. 1 euro. Oh, dan moet je erop slaan, hè? Wauw! Een balletje. Ja, hier win je wel wat, een balletje. Wat doe je nou? Ben je gevallen? Voor zo en dan moet hij erin. Nee, hij staat mij niet. Ik vind het groot voor mij. Wat hoor ik voor geluid hier allemaal? Wat de lamp en vis? Blaars. 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 Wat is blaars? Paars. 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 Of groen? Nee, paars. Ja, paars. Of rood? Zit je naast pesta? Paars. Dit is geen paars. Nee, dit is wit. Nee, dit is paars. Dit is geen paars. Ik weet niet hoe paars moet dan. Andere paars. Tomorrow. Zo, dit was alweer het einde van de video. Vond je het een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hieronder ergens te klikken. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video weer. Ik zeg, slaap lekker. En have a healthy and happy day today. I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt, but I can't help it. I'm falling for you, and I can't.